You changed logos. You changed bank accounts. Yes. Absolutely not. We have not a single one. Not a single one. I haven't touched anything. They are older. They are older. Absolutely not. On a very easy and simple way. Absolutely not. I have. The computer is proof. Yeah, the computer is proof that you're wrong. The computer is under investigation. Yeah, it could be, but you're absolutely wrong. Well, you can deny this, but... No, it is not denied. 500... There is absolutely not a single yes. thing. You changed a bank account. What do you mean? Ik zeg het toch goed of niet? Yeah. What do you mean change bank account? There is Alsafar Group. They really exist. They don't know you. Your computer shows that you are a scammer. No, absolutely not. It does. Absolutely not. It does. No. And not only in our case, but in various cases through the past years. Well, like what? Which one? Millions of dollars and euros. Millions of dollars I have got from people? Yeah. Where is it? I don't know. You tell me. Sure. This one. Fake. Okay, this is the one. This is the Swift. Yeah, fake. Swift 103 came from Alsafar Group. It's fake. Whatever it is. It's fake. You're saying that I did it. Yes, it was done on your computer. No, absolutely not. Yes, it was done No. Danny, what did you find on the flash card? No way of. What did you find on the stick? Right. What the stick? There is a file with a money transfer of 5 billion euros. How can you explain that? 5 million? 5 billion euros. 5 billion. 5, 12 zeros. Come what on, is it? You idiot! That is a copy of the document. I have relationship with the financial institutions. They gave me the copy of the what is the standard report? Your hand is shaking, sir. No, it is not shaking. No. Here, the police is here. Okay. Goeiedag. Goeiedag. Deze meneer, het ziet er naar uit, deze meneer een half miljoen heeft gestolen. No. 550.000 euro. What is the position of the police right now? Have you got any... There's an investigation to you. They are investigating? Yes, for sure. Okay. Yeah? And then you can make your statement on the police station if you want. Do I have any restrictions on flying tomorrow morning? Not for me. Okay. Dag. Dag. Jullie ook. De tering. Ik was even benieuwd hoe het is afgelopen met onze meneer. Hij is meegenomen en volgens mij heeft hij daar een verklaring op gelegd. Wat is er toen met hem gebeurd? Ja, volgens mij heeft hij toen heen gezonden. Of heen gezonden, gewoon weggegaan. Heen gezonden, dat doe je nadat je werd aangehouden. Dat was in ieder geval. Dus hij is vrijwillig, is hij meegegaan. Dus al ongetwijfeld vrijwillig ook weggegaan zijn. En de volgende ochtend op het vliegtuig gestapt naar Canada? Ja, dat weet ik niet. Dat zou kunnen. Maar eigenlijk, hè, als ik een bekeuring krijg van 15 tientjes... Ja, en ik betaal hem niet. En dan word ik er op Schiphol uitgepikt. Deze man heeft 5,5 ton gejat. Spijkerhard. En jullie laten hem gewoon weggaan. Hoe kan dat? Voor jouw beeldvorming is... En dat zal misschien ook het antwoord zijn op de vraag van waarom hebben we hem laten gaan. Die ligt wat minder eenvoudig dan dat je een bekeuring niet betaalt. Van nature uit... ben ik juist altijd positief over de Nederlandse politie. Maar soms snap ik er ook helemaal geen ene reet van. Dat mag ook eens. En nu? Gewoon volgas door en het volgende project gaan pakken. En je verlies nemen. Verlies nemen en tracht er ergens nog een keertje uit wat bij hem terug te gaan halen. Laat hem niet lopen.